Hallo, ik ben Arjan en welkom terug in Bioshock. We staan hier voor Fontaine's Fisheries en de vorige keer dat we hebben gespeeld hebben we de camera opgehaald. En daarmee hebben we allerlei verschillende splicers op de foto gezet. En nu gaan wij die camera hier inleveren bij een meneer Pietzi Williams, als ik me niet vergis. En daarvoor moeten we aankloppen. Get himself that. You got something for me and my crew? Or are you just looking to get criticized? You set here a spell. I needs to set on some coffee. Maybe put on silverware and the like. Huh? Before you head into the fisheries, a word to the wise. Old Peachy seems about as straight as a dog's hind leg. You keep your eyes open. Hij lijkt op een splicer. Nobody walks into my swampy carrying heat. Put your weapons in the new hole, and then I'll let you in. Ja, ja. Hier is een. That's the price you're gonna have to pay it. We can't very well take your plasmas away now, can he? Oké. We hebben hier een focused hacker. Power up. Another favorite in the HackSmart line of gene tonics, focused hacker defuses overload traps in secure systems. Fewer fried circuits guaranteed or your money back. Dat zou ik dan hier ergens in moeten doen, maar dat vind ik niet nodig. Het staat gewoon op voor de volgende keer. Hier hebben we een lek. Maar die Peachy Williams ziet er toch uit als een splicer. Heeft zo'n lasbril of zo'n lasbril. Ik vertrouw het niet. Wat is dit? Oké, we moeten de wapens inleveren, anders komen we niet binnen. En hier op de gene bank, ik heb niks te veranderen. Ik heb dus nu alleen nog maar de camera. Nee, ik heb ook mijn... Dat scheelt. Ik pak alles op. Het smelt in het ijs. Oh wacht, ik zie hier een camera. Rood lichtje. Oh, mensen heen. Oh, het hek is dicht. Goed, dit is niet fijn. Het is erg donker hier. Atlas! He was ours! Ours! Dus ik kan. Oh jee. Oh, dit is goed. Kom, ga naar mij op. Kom, zet op de. Je in de teleport ook? Ja, hier. Hier, kijk ze gewoon terug. Zo, dit doen we. Oh. Waar is hij nou? Voordat ik er zelf in stap. Oh, wat doe ik het weer? Hup, daar is die. Oh, mensen, hé. Die gaat niet goed. Even kijken, waar is die? Oh, daar. Dat is een turret. Oké, weet je dat ook. Die plas olie die gaat natuurlijk hartstikke weg. Dat is niet. Oh nee. Niks aan de hand. Ik moet die. Hoe ga ik dit nou doen, joh?
Maar goed, ik kan natuurlijk ook onder stroom zetten, dat ding. Gaan hacken. Dat bedoel ik. Goed. Alle mensen, hé, wat een stress er ineens. Oké, naar boven met die toestand. En dan naar rechts, hier nog zo'n ding. En naar boven. Naar rechts. Dit moet het zijn. Go. Mooi. Die is voor mij. Hier loopt nog iemand rond. Poeh. Niet heel relaxed of zo. Oké, pakken we deze ook even bij. Want zo'n camera is natuurlijk vreselijk handig. Oh, hier komt het vandaan. Zo, naar beneden. Deze kant op. En dan hebben we hem bijna. Bijna. We moeten nog één dingetje hebben. Die, ja. Oké, die is voor mij. Groen licht. Maar ik ben er zo met mijn wapens kwijt. Ik kan al die kratten doorkijken. Ik weet niet waar het in zit. En hier hebben wij bot shutdown. Dat is niet meer nodig. Ja, ja, ik ben er mijn geld heen. Dit kan ik smelten. Ik er al in? Nee. Sorry. Nee, maar niet heus. Hier ligt spul. Oei, olie. Oppassen. Er zit iets. Gaat het ook even weg? Ga eens even opbranden. Normaal gesproken kun je natuurlijk nooit zo dichtbij staan. Maar die olievlek blijft er gewoon liggen. Te weinig zin dus. Hier is ook iemand. Oh, hier liggen er twee zelfs. Kan ik hier iets doen met die kachel? Nee. Oké, dan moet ik hier weg. En ik zal wel naartoe moeten. Wel. Of daar naartoe, dat kan ook. Hey, op, kom erop. Ja, sorry daarvoor. Hier is ook een dikke puinhoop. Stiekem hoop ik nog toch dingetjes te vinden hier. Maar dat lijkt er niet op. Ik ga je afvragen zo'n teddybeer daar dan rond, hè? Oké, we moeten hier naartoe. Juist. Even kijken, we gebruiken de shotgun. Ja, dat klinkt niet heel best. Hier wat last. Een machinegeweer. Ja, dat had ik allemaal wel. Dus ik krijg er gewoon kogeltjes voor me, toch? Ja, hier in deze kluis zit nog iemand. Kiekeboe! Wauw. Ik hoorde nog iemand. Zo, een beetje rokerig hier. Maar ik heb hem hoor. Oh, zo'n.
Wat zou erin zitten? Waar komt het vandaan? Daar vandaan. Dus naar beneden, naar rechts, weer naar rechts, naar beneden, naar rechts. En dan zijn we er. Go! Wat zit erin? Anti-personnel rounds. Oh, leuk. Fontaine's putting the screws on us and double. He's squeezing us out of 80 points of our cut with the threat of turning us into Ryan if we don't play ball. Son of a bitch. Sammy G comes and tells me he's thinking of going to the constable. And the next day, Sammy G was found in a sack in a salt pond. We had no choice here. We stay on Fontaine's crew and we're gonna catch the gallows. We take powder and we end up like Sammy G. Oh, there's gotta be another way. Okay, hier hebben we een weapon upgrade station. Kost dat geld? Wat kost dit? Oh, dat kon ik maar één keer doen. Nou, lekker, weer wat geleerd. Ik heb wel een vet wapen nu. Wie zit hierin? Niemand? Kan bijna niet. Oh! You can't quit! Fontaine will find you! Hey, fuck Fontaine. You don't fuck Fontaine. Fontaine fucks you! Oké. Creepy. Kunnen we daar langs? Of een granaat. Ik heb toch granaat, hè? Dit ding misschien. Oh, uit de deur. En... Nee, dat werkt niet. Het had me leuk geleken, maar helaas. Oké. Hier is verder niks. Dan smeren we hem weer. We hebben een super geüpgrade wapen. En dan gaan wij naar waar naartoe eigenlijk? Moet ik hier toch door? Lijkt er wel op, hè? Ja. Moet ik er langs zien te komen. En dat doen wij. Nog iets maar. Oh, kijk. Dat was het dus. You got it. Should be smooth sailing from here. I'll meet you up ahead. Oké. Okay. Cool. Gaan we Atlas nu eindelijk ontmoeten? Hij is steeds weg als je denkt dat je bij hem bent, dan is hij weg. Dat is ook niet helemaal. Oké. Zal ik de identiteit uitdoen? Oké. Is dat verlicht? Dat is gewoon licht. Dan moet ik hier mijn wapens weer gooien. Nee. Wow, wow. Ik dacht al, ik vertrouw het niet helemaal. Wat is hier aan de hand? Ja. En hekken die. Ik vind het zonde om ze te slopen als je er ook voor kunt zorgen dat ze gewoon voor jou werken. En het is best makkelijk om dit even zo te doen. Dus dan doen we dat. En de laatste is dit. Oh, ik heb hem al. Oké, go. Goed. Kunnen wij rustig rondkijken? Voor plek, joh. Diep ondergronds. Oh, jemig. Een beetje te veel gedronken.
Oké. We gaan hier naartoe, naar beneden. Hier is de B. Hier is Atlas, toch? Hit the switch up there in the control booth and let me in. I think it's time to shake hands and get acquainted. Oké. You had your fun, but enough is enough. If you press that button, you'll learn what it means to truly be my enemy. Oké, hij praat nu echt tegen mij, Ryan. De vorige keer hebben we volgens mij steeds opnames gehoord van hem. Welke knop gaat het dan om? Nou, ik zie niemand. Het gaat om deze knop. Ik wil even kijken wat hier is. Voordat we verder gaan. Oh, een heleboel, maar we gaan toch even die knop omhalen. Laten we dat maar doen. Dit klinkt niet heel fijn, hè? Oké, we zien hem weer niet. Wat een raar gezicht. Oh, daar. Oké. Dat zat niet tegen, hè? Nope, er zijn er meer. Kuurtje erbij. Kuur erbij. Oh, pak aan jullie. Oh, daar gooit iemand wat of niet. In de vet is nemen. Dat is even goed hier. Schot iemand op mij? Lijkt er wel op. Klop joh. Holy moly. Nog één? Was er nog één, toch? Die vet was er nog één, dacht ik. Oké, ik wil eerst even hier kijken voordat ik doorga. Oh, mensen, hé. Het helemaal mis. Hier, deze twee frituren, jongens. We hebben geld bij zich, dat is ook fijn. Oh, er is weer één in de vet. Oei. You ooze in like an assassin and then you try to sneak out like a thief. You're no CIA spook. Who are you? Why have you come here? There's two ways to deal with a mystery. Uncover it or eliminate it. Okay. I need this. Wat gebeurt hier nou? Oh. Kan ik hieruit? Hier liggen spulletjes. Oké, dus Andrew Ryan wil weten wie ik ben. Spend morning, John, with that crowd side.
those chumps they scraped out of them prison camps. But she's no crackpot. She's gonna make me the kind of scratch that'll have Ryan look like he's running a paper route. She just needs some supplies to get the ball rolling and a friend to watch her back. Ik kan het water niet in. The Irish pork pie offered me a deal. I flip him Fontaine and I walk out of here. That simple. How do I know that fat fuck isn't Fontaine's guy? How do I know they're not all Fontaine's guy? Fontaine's got Adam, and everybody wants it. Brian's got a whole lot of talk and a nice suit. Even down here, any idiot can see which way the wind is blowing. Oh, hier moet het uit. Bulkhead to Arcadia. Oké. Goed, en dan zijn we in Arcadia. Wat dat ook mag zijn. Het ziet er op de foto's uit als een mooie plek, maar dat zal wel niet meer zo zijn, vermoed ik. Oké. Moira. Patrick. Ain't that just like Ryan? Waits until we're almost out, then he pulls the string. We'll find the bastard. We'll find him and we'll tear his heart out. I came to this place to build the impossible. You came to rob what you could never build. A hum gaping at the gates of Rome. Even the air you breathe is sponged from my account. Well, breathe deep. So later you might remember the taste. You get to the bathysphere in the Roman Hills. That'll take you straight to the devil himself. And then all debts will be paid in full. Oké, we moeten naar het metrostation. We zijn nu in Arcadia, wat er waarschijnlijk ooit heel mooi heeft uitgezien. Diep onder water nog steeds. En we zetten er een punt achter. Er is een hoop gebeurd in deze aflevering. Een hoop verhaal, dus ik heb niet heel veel gepraat. Maar goed, daar gaan we ook voor. Hè? Het is, we gaan het helemaal ontdekken wat hier aan de hand is. Maar goed, hoe het verder gaat zie je de volgende keer. Ik wil je bedanken voor het kijken. Een duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel de video met iedereen. En dan zie ik je graag de volgende keer weer terug. Bye bye.